van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig. Per slot is 100 jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet. En roodpapieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om 10:30 kwam de directeur persoonlijk, gewapend met een potplant en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoonlijk, maar opa hoorde toch al jaren niets. Met zware stem en machtige gebaren besprak de directeur de tijd die vloog. Wat misschien gold voor opa's 100 jaren, maar vast niet voor des directeurs betoog. Daarna kwam er een stroom familieleden, uit Siddeburen zelfs en uit Goeree. Vol jaren opgespaarde hartelijkheden, en ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest. En 3 kisten sigaren, hele duur, want zijn gezichtsvermogen was nog best. Desmiddags na het verplichte uurtje rusten werd hij opnieuw bewonderd en verwend door bloed en aanverwanten die hem kusten, nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen, omringd door al wat hem gegeven was, leek hij tussen zijn oud geworden zonen een feniks rijzend uit sigarenas. Maar 's avonds is de hoofdzuster gekomen, nadat de gasten waren weggegaan, en heeft al die cadeautjes meegenomen, waarvan het gebruik hem niet was toegestaan. Tabak en chocola, het vest met mouwen, daar wol nog wel eens irriterend bouw. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden, toch jammer dat hij nooit meer lopen zou.